dan kon je niet bewegen. Dus je had een steek vast op de ingang. En daar heb je de plaat gezien dat ze zo gek. Op de steek vast. Dat is één. Maar het tweede is, hij wordt ook gebruikt, je hand. Maar hij is altijd aan de achterkant. Dus als Chris mij steekt, dan kan hij nooit mijn hand raken. Dus je moet nooit je hand aan de voordeur, want als je daar opgestoken wordt, dan kan je verzekeren dat het niet prettig is. Dus je houdt vanzelf je hand wel aan de achterkant. Dus die hand fungeert ook als balans. Kijk, als ik een uitval maak, dan gaat deze hand gaat daar naartoe. En ik sta gelijk in balans. Dus hij wordt gebruikt voor de balans. En dan zou je zo zien. Alvorens dus weer. Dan begin ik goed door elkaar op. Ook in de training. De eerste keer. Nu is bij deze schermen, ik ben wel een klein beetje naar links. Bij deze schermen is het hele lichaam trekvlak. Van de voet tot aan het hoofd. Dat die andere wapens niet, dus dat legt ze straks uit. Dus Christian moet zorgen dat als ik naar zijn voet ga, moet ik kijken wat er gebeurt. Ja, hij trok zijn voet weg. En hij wilde hier gedoucheerd. Dit is bij zijn betreffend. Ik had getrokken. En ik heb zijn schoen niet gepakt. Dat kan ik ook nog hier doen. Maar hij moet altijd mij proberen te trekken. Ja? Oké. Okay. De volgende. Nu is de bedoeling van het hele scherm gebeuren om de tegenstander te treffen zonder zelf getroffen te worden. Dus wat moet ik doen? Ik moet zorgen dat als ik het punt niet weghaal en ik kom naar voren, dan gebeurt er niks. Ah! Dan word ik getroffen. Dus wat moet ik doen? Ik haal het punt weg en ik steek. En dan gaat dat hebben we nu bij me. Als je niet snel genoeg is, dan kan ik reposteren. Ja, oké, okay, volgende. Nou, hij heeft net gekeken, dus hij denkt, dat moet ik nu niet doen, want hij heeft het door. Maar zo gauw als hij dat doet, dan pak ik het water en steek. Dus dat doet Willem niet. Die gaat het anders verzinnen, wat doet hij nu? Hij maakt een training 6 en dan toucheert. Ja, oké. Oké. Volgende. Nu laat ik het initiatief van het president. Wat gaat hij doen? Hij weet niet dat ik alles weet wat ze kunnen, dus hij gaat iets anders verzinnen. Dat doe maar, jij neemt initiatief. Ja, dat was een rechtstreekse aanval. Ik dacht dat hij mijn vader weg zou halen, maar dat weet ik niet. Hij maakte een rechtstreekse aanval. Je probeerde te toucheren en dat lukt niet. Oké. Voor de goede orde, het goede land is het van Koen en het rode land is van Kees. Stelling, Mai, Ali. Hallo. Een aantal in de pot, een aantal was niet in de pot was touché. 1-0. Klaar, Ali. Oh, ja. Nou, dat is duidelijk. 1, 2, 1. Ah, alle.
Klaar? Allee. Okay, check hands. Okay, Ian and...